Het aftellen is serieus begonnen en dat geldt ook voor het goudhaantje van Willem II, Alexander Isaak. Hij is geliefd bij de fans, maar is 4 dagen voor de wedstrijd even mediamoe en besloot vandaag dus geen interviews meer te geven. Ik denk dat er al zoveel interviews met hem geweest zijn dat hij zelf even het voldoende vindt. Maar als ik wist dat ik tweede keus was, dan had je mijn derde moeten. Er is ontzettend veel op hem afgekomen. Ik denk het aantal interviewaanvragen van Isaak, dat gaat richting de 100 voor mijn gevoel. Dus ik denk dat het ook belangrijk is voor hem om nu weer echt helemaal te focussen op voetbal. En wat precies de beweegreden achter is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het fijn is voor hem dat het weer even wat rustiger is. Want de vraag of je moet vergelijken met Zlatan, die kan hij ondertussen ook al dromen, denk ik. Het was vandaag de laatste kans voor supporters om Willem II te zien trainen voor de finale. En dan verwacht je misschien meer mensen en poespas. Maar de Tilburgers bewaren kennelijk alles voor het weekend. Ja, nou, het zal zeker komen, want het leeft enorm. Ik moet zeggen dat het op de trainingen valt het dan wel mee, wat je zelf al aangaf. Maar in de stad, als je ervan uitgaat dat er gewoon 20.000 supporters zitten die voor Willem II zijn. Ik heb de rij hier nog zien staan, die stonden tot aan de weg vooraan. En dat geeft alleen maar aan hoe het leeft. En iedereen is daarmee bezig. En de merchandising gaat als een trein. Dus wat dat betreft voor de club en voor de spelers mooi om mee te maken dit. Uiteraard heeft iedereen bij Willem II ook gisteren en de week ervoor naar Ajax zitten kijken in de Champions League. En rijst daarbij de vraag hoe Ajax te stoppen als het zo speelt zoals tegen Real Madrid, Juventus of gisteren het eerste half uur tegen de Spurs. Dat is een goede vraag, want als ze dat niveau halen dan wordt het voor ons heel moeilijk. Ik bedoel, zo eerlijk kunnen we ook zijn. Ze hebben een aantal wedstrijden in de Champions League zo'n ontzettend hoog niveau gehaald. Ja, dan zijn ze op dit moment ook gewoon een Europese top. Sommigen zeggen, ja, daar zitten ze dan tegenaan. Nee, op dit moment zijn ze dat als ze dat niveau halen. Alleen gelukkig hebben ze in de Eredivisie ook wel eens laten zien dat het uiteindelijk wel gewoon mensen zijn die ook wel eens een mindere wedstrijd hebben. En ik denk dat wij wel een ploeg hebben die ervoor kan zorgen dat hun misschien die mindere wedstrijd zondag gaan hebben. En daar is natuurlijk ook hoop op. De Champions League doen ze het fantastisch. In de competitie doen ze het goed. Dus het is een ploeg die gewoon in een flow zit. En dat het een moeilijk potje wordt, dat is duidelijk voor ons. Maar als we er niet in geloven, dan hoeven we niet te gaan natuurlijk. Kunnen we beter thuis blijven. Wat misschien nog in het voordeel kan werken voor Willem II, is dat het voor de Ajaxiden een fysiek zware wedstrijd werd in Londen. Ik denk als je op dinsdagavond of op dinsdag speelt en je hebt zondag een wedstrijd, dat het met Ajax in de fitheid die ze hebben, dat het geen probleem voor ze zal zijn. Ik denk dat het eerder van zondag naar woensdag wordt, dat misschien een heel klein beetje in het hoofd gaat zitten. Want daar zit wel weinig tijd tussen. Dus het is voor ons ook zaak om er zo'n zwaar mogelijke wedstrijd van te maken. En hopen dat ze toch een beetje op twee gedachten denken.